Rolf? Rolf, kan ik even spreken? Hoi Rolf, ga even zitten. Nee, ik sta hier prima. Oké. Nou, je werkt hier nu bijna een maand. Kun je tempo een beetje opschroeven? Ja, ik wilde net gaan uitleggen waarvoor ik had geroepen. Je werkt hier dus een maand en ja, het wil nog niet echt lukken met de sales, hè? En ik heb je inmiddels toch wel een paar tips gegeven om je gesprekskwaliteit te verbeteren, toch? Zoals mensen laten uitpraten, goed luisteren, vriendelijk zijn en behulpzaam. Volledig ongevraagd trouwens, die tips, maar oké. Ja, nu luister ik net een gesprek van jou terug en daar schrok ik toch wel een beetje van. Luister maar even. Ja, goeiedag. Goeiedag met Rolf van de telefoonaanbieder. Ik kan uw abonnement vernieuwen, meneertje. Dat hoeft niet. Dat doe ik altijd zelf liever. Ja, maar je kunt geld gaan besparen. Dan ben je toch ook een speciaal soort diep idioot als je daar niet intraat. Oké, dit gesprek is voorbij, denk ik, hè? Weet je wat, meneertje? Ik zou niet zo stoer doen als ik u was, want ik zie precies waar u woont. Hij staat hier in mijn scherm. Hier, Hazewindweg 17, Utrecht. Weer niet. Maar ben ik trouwens door mijn proeftijd heen, of zou ik toch nog te horen krijgen in deze dagen? Of wat?